Nijmeegse binnenstad loopt vol met honderden pro-Palestina-demonstranten. Ongeregeldheden blijven uit, maar de boodschap wordt gehoord. Maandagavond vond er een pro-Palestina-demonstratie plaats op plein 44 in Nijmegen. Deze is georganiseerd door de Palestijnse gemeenschap samen met Nijmegen voor Palestine om aandacht te vragen voor de bezetting van Gaza en de bombardementen die daar plaatsvinden. Er werd gespeecht en er waren spreekoren te horen. Een van de sprekers was Amal Karam, zelf Palestijns en oud-stadsdichter van Nijmegen. Ook zij vindt het belangrijk om haar stem te laten horen. Palestijnen overal in de wereld zijn door de ontwikkeling, maar ook daarvoor lastiggevallen. En bedreigd en als terrorist bestempeld. Dat kunnen wij niet accepteren. Dat moet echt stoppen. Maar ik heb heel veel vrienden uit Gaza die wonen hier in Nederland. Het gaat heel slecht. Hun verliezen hun familieleden, hun buren. Er gaan elke dag mensen dood in Gaza. Er zijn mensen die bloed aan hun handen hebben en die moeten berecht worden. Voornamelijk die moordmachine die Israël heet. En voornamelijk al die machten in de wereld die achter Israël staan. Mijn hele familie zit in Gaza en bijna half van mijn familie zijn ook dood. En heel veel mensen daar zijn erg verdrietig en heel veel kinderen worden doodgeschiet. Voor niks en ze hebben niks gedaan. Amal hoopt dat mensen zich informeren over de situatie. Het is dan ook een symbolisch toeval dat de demonstratie op zo'n historische plek als plein 44 plaatsvindt. De geschiedenis mag zich niet herhalen. Dat hebben veel mensen gezegd, onder andere in Nederland. De geschiedenis is nu op dit moment zich aan het herhalen. In Gaza. Uitmoorden. Aan de hand van nabestaanden van de Holocaust. Let op mijn woorden. Word wakker. Open die ogen. Stel vragen. Ga maar googlen. Ga maar de geschiedenis lezen voordat je kant roept. Ook wil Karam een hart onder de riem steken bij het Palestijnse volk. Ik wil tegen het Palestijnse volk zeggen, jullie zijn daadkrachtig. Jullie zijn sterk. Wij zijn niet uit te moorden. Wij zijn niet uit de weg te slaan. Blijf sterk en blijf jullie broeders en zusters ondersteunen. Na de bijeenkomst op het plein maakten de demonstranten nog een optocht door de binnenstad. Zover bekend zijn er geen ongeregeldheden geweest. De Nijmeegse kinderboekwinkel is hoognodig toe aan een nieuw interieur. Het huidige meubilair valt bijna uit elkaar en een opfrisbeurt is sowieso niet van de tijd. De winkel is daarom een crowdfunding gestart. Eén donatie was vrij opvallend van omvang. Iemand doneerde namelijk 20.000 euro. We zijn de crowdfunding gestart omdat we helemaal, ja, eerlijk gezegd, gek worden van de inrichting. Het kan niet meer. We kunnen onze kon niet keren hier. Het is te klein. Het is onhandig ingericht. We krijgen steeds meer scholen als klant. En dat betekent veel dozen met boeken. En het past niet meer. De kasten vallen bijna uit elkaar. Het is niet meer van deze tijd. De kinderboekwinkel is 40 jaar geleden geopend. En toen is het ingericht en daarna is het niet meer veranderd. Ik heb toen ik de eigenaar werd wel een nieuwe vloer erin gelegd, omdat dat was een hele vieze vloerbedekking. Ik heb wat kasten weggehaald, maar het is nooit opnieuw ingericht. Bij de crowdfunding is een groot geldbedrag binnengekomen en dat kwam vanuit een bedrijf. Lundia is een heel groot kastenmerk en die wil mij sponsoren. Het streefbedrag is erg hoog, maar het einde is in zicht. 65.000 euro, ik durf het bijna niet te zeggen. En hoeveel hebben jullie nu opgehaald? 43.000, zoiets. 65.000 is heel veel. Maar ja, we twijfelden heel lang. Wat gaan we doen? Alles of niks hebben we uiteindelijk besloten. Dus we doen alles. 65.000, kunnen we alles doen wat we willen. En ja, daar gaan we voor. Maar we moeten 80% hebben. Dat is 52.000 euro. En dan krijg ik het pas. Anders krijg ik het niet. En dat voelt wel fijn, eerlijk gezegd. Dat mensen gewoon hun geld terugkrijgen als het niet lukt. Als het streefbedrag wordt gehaald, weet Ingeborg al wel wat ze ermee wil gaan doen. Een heleboel. Als eerste moet de sta in de weg weg. Ik vind de trap echt een doorn in mijn oog. Die gaat weg. Die gaat of aan die kant of aan die kant langs de wand omhoog. Met kasten erachterlangs. Er gaat achter komt een glazen pui. De balie gaat weg. Die komt aan de andere kant. Zodat we meer ruimte hebben om er omheen te lopen.
Boven wordt vergroot, de vloeroppervlak. Er komen heel veel verrijdbare kasten. Ja, het wordt heel tof. Heel veel gaan we doen. Voor de mensen die doneren zijn er ook tegenprestaties bedacht. Ja, je kunt kiezen op Voor de Kunst of je een tegenprestatie wil of niet. Ik heb heel veel hele leuke tegenprestaties verzonnen. Je kunt een verrassingsboek krijgen, maar je kunt ook een schrijver op bezoek krijgen. Je kunt zelfs een hele bekende, Jaap Robbe, een schrijver thuis krijgen. Je mag een nachtje logeren in de nieuwe winkel. Van alles en nog wat. Doneren kan tot 1 november. Dat is nog maar 9 dagen. Door een ongeluk op de A50 is het verkeer rond Nijmegen dinsdagochtend compleet vastgelopen. Weggebruikers moesten rekening houden met een flinke vertraging. Vanwege een ongeluk tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg waren 2 rijstroken afgesloten. Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat was er op het hoogtepunt ruim 2 uur vertraging. Door de opstopping op de A50 liep het verkeer ook vast op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen. En ook op de N322 moesten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd. Krakersgroep Jantien heeft het pand aan de Nijmeegse Burgstraat dat zij 3 weken geleden bezette, inmiddels weer verlaten. Dat meldt Dagblad de Gelderlander. Dinsdagochtend viel de politie het pand binnen en arresteerde hierbij 2 leden van de groep. Het is voor het eerst sinds Jantien actief is in de stad dat er mensen worden gearresteerd. Over de aanleiding van de ontruiming en over de arrestaties wil de politie verder eens niks zeggen. Zijn er voor de politie en BOA's mogelijkheden om in het centrum van Groesbeek te controleren op wapenbezit? Deze concrete vraag stelt raadslid Henny Eickhout namens de fractie van Kernachtig Groesbeek aan het college van BNW van Bergendal, waartoe Groesbeek behoort. De partij maakt zich zorgen over de overlast door jongeren in het centrum van Groesbeek. Dat gebeurt in de nabijheid van het winkelhart, maar ook op de Dorpsstraat en andere locaties, zoals bijvoorbeeld scholen. De raadsfractie van Kernachtig Groesbeek zegt dat ze wachten op concrete actie door het college om de overlast aan te pakken. Inwoners die hulpbehoevend zijn of dat van het een op het andere moment zijn geworden, moeten in de gemeente Beuningen steeds langer wachten voordat zij de juiste zorg krijgen toegewezen. Ze komen in de problemen omdat de wachttijden niet alleen bij de gemeente langer worden, maar ook omdat andere zorgaanbieders en betrokken partijen steeds langere wachttijden hanteren. Dat constateert BNNM, verreweg de grootste partij in de Beuningse gemeenteraad. Het gaat volgens BNNM om zorg in het kader van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. BNNM wil nu van de verantwoordelijke wethouder weten waarom de wachttijden bij de sociale teams oplopen en of ze kunnen worden verkort. De nieuwe Tip en Hip in Druten is afgelopen weekend feestelijk geopend. Dit nieuwe centrum voor toeristische en historische informatie is gevestigd in het Bondsgebouw midden in het centrum. Mensen kunnen hier onder meer terecht voor informatie over de regio en de historie van de steenfabriek. Wij zijn een plaats waar toeristen die naar Druten komen om die te voorzien van informatie over verblijf in Druten. Over leuke dingen die in Druten te zien zijn, maar niet alleen in Druten, maar voor heel Maasenwaal. En daar zijn we vandaag mee begonnen. Daar zijn we heel erg trots op dat we dat hebben kunnen doen. Wat het historisch informatiepunt betreft, de HIP, dat is een centrum wat ook nog een beetje gestalte moet krijgen. Want wij willen dus dat alle informatie van historie over heel Maasenwaal, dat hier gecentraliseerd wordt. De HIP en TIP is op een bijzondere manier geopend. Hier hadden wij dicht gemetseld, zogenaamd, met stenen. En toen de wethouders kwamen vrijdagavond om het gebouw te openen, hebben we onder begeleiding van een liedje van Steen voor Steen, hebben wij die stenen met het bestuur van ons en de wethouders één voor één weggehaald, waardoor de ingang van het gebouw beschikbaar werd. Er zijn veel bijzondere objecten van de oude steenfabriek te zien, waaronder een kasboek uit 1898, dus het jaar dat de fabriek is opgericht. Het bijzondere van die bladzijde die te zien is, is dat daar de materialen vernoemd zijn die gebruikt zijn voor de fraaie voorgevel van dit pand. En die materialen zijn geleverd door de fabriek van Dirks en Gelders. En die fabriek die heeft ook nauwe contacten gehad met Pierre Kuipers, de beroemde architect. En Pierre Kuipers heeft ook weer de kerk in Druten gebouwd.
En zijn neef Eduard Kuipers heeft de kapel in Druten gebouwd. Stichting Kleigoed Maas en Waal verzamelt alle historische informatie. Maar toeristen kunnen er ook terecht voor tips in de hele regio. Want we werken met twee toeristenbureaus samen. Rivierenland en Rijk van Nijmegen. Dus de woorden zeggen het al. We kunnen een vrij groot gebied kunnen we onder de aandacht brengen. Wat heel belangrijk is in onze beleidsvoering is dat wij wat wij weten en nog te weten komen over historie, dat we dat ook weer beschikbaar stellen voor het publiek. Dus daarom hebben we gezegd, wij zijn 2 dagen in de week open. Mensen hoeven geen entree te betalen. Dus open huis. Ook op de sociale media werd vandaag weer het een en ander gemeld. Zo laat de gemeente Nijmegen weten dat zij binnenkort wellicht erachter komen hoe de Loden Lady eruit heeft gezien. Deze Romeinse dame werd in 2001 gevonden in een lodenkist in de Burgstraat. Nu is er geld vrijgekomen voor DNA- en isotopenonderzoek, wat ervoor zorgt dat we binnenkort misschien wel haar afkomst, eetgewoonte, kleur van haar ogen, haarkleur kunnen weten. Tot nu toe wisten we alleen dat ze wel gesteld was en tussen de 35 en 50 jaar oud is geworden. En de gemeente Overbetuwe biedt een gratis ophaalservice aan voor snoeihout. Mensen die van een snoeihout af willen, kunnen dit in de maand november gratis laten ophalen met een maximum van 2 kubieke meter hout. Op de website van de gemeente kun je zelf een afspraak maken voor het ophalen en dat kan tot 4 dagen van tevoren. Ja, na een wisselvallige dag zijn er morgen vooral veel verschillen in het weerbeeld over het land. Helaas heeft onze regio niet bepaald de beste papieren en trekt er een aanwezig regengebied over onze regio heen. Veel regen dus, misschien af en toe wel een klein zonnetje, maar blijft ook fris met een maximum tussen 10 en 12 graden. Donderdag begint nog goed met veel plaatsen zon, hier en daar een mistbank. Laat op de dag krijgen we opnieuw met een regengebied te maken. Vrijdag wordt een meer onstuimige dag met ook geregeld een bui. Het blijft die dag zo'n 13 graden. En daarmee zijn we er weer doorheen voor vandaag. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Het laatste nieuws vind je altijd op rn7.nl. En morgen zijn we weer bij je terug, dus graag tot dan!